ship was troubled by the horrible ass. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the balls to ask. Yeah, 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 yeah. So Andy, did you hear about this one? Tell me how you locked in your pond. Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby! Ik draaide veel muziek op mijn reizen, vond ik gewoon prettig in mijn eigen wereld te zijn. En ik draaide heel veel rapmuziek, vooral in Afrika, ik weet ook niet waarom. En er was één nummer dat ik daar heel veel draaide, dat draai ik ook voor de show, dat heet Hate Me Now. Dat is een heel agressief rapnummer van Puff Daddy en Nas, twee rappers. Twee donkere jongens, twee oorspronkelijk Afrikanen zou je kunnen zeggen, maar goed terechtgekomen. Ja, en zij rappen over macht en over geld en over geweld. En het nummer intrigeert mij, omdat het nummer namelijk staat voor de onmetelijke asociale rijkdom waarvan wij kunnen plukken. Bij dat nummer zit namelijk een clipje. Het is het meest decadente clipje ooit gemaakt. In dat clipje zit een scène dat Puff Daddy en Nas met z'n tweeën in een discotheek zit. En ze hebben allebei gouden kettingen om en blondjassen aan en ze houden vol dat ze het niet warm hebben. En allebei hebben ze twee flessen crystal champagne in hun hand. En crystal champagne is de allerduurste champagne die er is. $4000 per fles. En op een gegeven moment gieten ze gewoon die flessen leeg over een naakte vrouw. Goed, hè? Die rijkdom, daar moest ik aan denken. Ik moest denken aan Ruud Gullit, onze grote held. Onze nationale trots. Onze aanvoerder uit de gouden tijd, Ruud Gullit. Die €1 miljoen per jaar krijgt als salaris van de Costco Loterij. €1 miljoen per jaar. Om 2 keer per jaar naar een vuilnisbelt in Brazilië te vliegen en te roepen dat het allemaal heel erg is. Ik moet zeker Caroline Tens, die 2 ton krijgt per jaar. €200.000 per jaar. Om af en toe naar ver land te vliegen. Business class. 5-sterren hotels, winnen om 1 uur te worden opgehaald. Oude kleren aantrekken, een beetje film in de omgeving. Als het mijn arm lijkt. En om 4 uur winnen weer terug naar het zwembad. Want het moet wel leuk blijven natuurlijk. En haar visagist reist business class mee. Zijn er mensen lid van de Postcode Loterij? Zal toch wel, toch? Zijn er mensen lid? Ja, ja hoor. Jullie doen hartstikke goed werk. Jullie bouwen een mooie toekomst voor de kinderen van Ruud en Carolien. Want ook zij hebben uw hulp heel, heel hard nodig. Ja, ja, ja. Het is natuurlijk ontzettend lief dat jullie daarvoor klappen. Maar uiteindelijk is het waar wat ik zeg en ik verlies het. Dat voel ik ook. Ik verlies het van dat soort mensen. Ik verlies het altijd van de Ruud Gullits en de Caroline Tens van deze wereld. Door de brutale heb inmiddels de hele wereld. En nogmaals, het is waar wat ik vertel. Dat is maar het topje van de ijsberg. Ik schrik alleen zo. Ik mag ook schrikken. Ik schrik als ik in Bangladesh loop en je spreekt er zo'n jochie en die moet zo fietstaxi rondrijden de hele dag. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, dag in, dag uit. Dag. En die jongen verdient €3 in de maand. €3 in de maand. Maar als je nagaat, ik verdien vanavond het dubbele. Op 1 avond, hè. Ja, maar het is een oneerlijke wereld, laat dat gezegd zijn.